Hey jongens en meisjes, welkom bij TV voor Kids. Vandaag is er een hele bijzondere uitzending vanuit basisschool De Schatgraver. Wij krijgen vandaag hoog bezoek. Waarom krijgen wij hoog bezoek? Nou, we krijgen vandaag bezoek van Sander Dekker. Sander Dekker is een staatssecretaris, zeg maar bijna even belangrijk als de minister. En die komt bij ons kijken, hier bij jullie op school, naar de gezonde basisschool voor de toekomst. Omdat ze in de rest van Nederland heel benieuwd zijn hoe dat is als je op school eet, luncht, sport, tussendoortjes krijgt en al die dingen die jullie doen. En daar komt hij naar kijken. Hallo, Sander Dekker. Wat vind je van de gezonde school? Ja, ik vind het heel bijzonder dat hier op deze school de kinderen eigenlijk de hele dag bezig zijn met ja, hoe leef je nou gezond, hè? Met extra bewegen, want we weten allemaal dat sporten heel erg goed is voor je lijf. En met gezond eten, want dat is natuurlijk ook belangrijk voor de inwendige mens. En ik ben heel nieuwsgierig, want er zijn allemaal mensen van de Universiteit van Maastricht, onderzoekers, die gaan kijken van leidt dat nou ook tot kinderen die straks minder dik zijn, die beter in de vel zitten en misschien wel beter leren, of dat ook straks zo is? Waarom eigenlijk de gezonde school? Dat is een hele goede vraag, Lina. Waarom de gezonde basisschool van de toekomst? Weet je, als je kijkt in Nederland, dan zie je dat het echt nodig is om in Nederland om wat te doen aan gezonde voeding en aan bewegen. Maar speciaal hier zien we dat het nog extra nodig is. En dat was de reden dat we dachten, en dat de school ook zelf erom vroeg, om wat te gaan doen aan bewegen en aan de voeding. En als universiteit vonden we dat geweldig en wilden we daar heel graag aan meehelpen. Dit was TV voor Kids vanuit de gezonde school. Dit gaat graag. Tot de volgende keer. Like ons op Facebook. Doei.